Welkom bij deze aflevering van Koken in de Grot, serie video's waarin ik uitleg, demonstreer hoe simpel het is om te koken als moderne holbewoner. Funjar.nl is heel prominent aanwezig in de grot van Nico en dat is niet voor niks, want zij leveren prachtige violet glazen potten aan waar wij al van alles in bewaren en ook in diverse formaten. Deze is met een schroeftop, dit is gewoon met een glazen dop, dus deze is helemaal van violet glas. Je kunt ze ook in verschillende formaten krijgen, groot en klein. Nou, achter mij ziet u ze staan. Funjar.nl heeft een eigen Telegram kanaal waarin ze van allerhande informatie geven over zaaien, over kiemgroenten, over je eigen groententuin en ook over dit soort dingen als hoe hou je je zaakjes vers. Naar het schijnt kun je dus bijvoorbeeld tomaten hier maandenlang in bewaren buiten de koelkast. Dat is heel interessant. Dat Telegram kanaal van Funjar is ook leuk. Die hebben elke aflevering van Koken in een Grot van Nico een prijsvraag en daar kunt u aan meedoen. Dus als u naar dat Telegram kanaal gaat, dan kunt u dus meedoen aan de prijsvraag die hierop betrekking heeft op de nieuwste aflevering van Nico. De link naar het Telegram kanaal vindt u onder deze video. Ga er vooral heen. Mijn naam is Nico Norte en vandaag maken we iets dat zo simpel is dat iedereen natuurlijk zelf had kunnen verzinnen. Daar gaat het even niet om, want er zit natuurlijk een ideetje achter wat ik nu ga maken. Ik ga aan de slag met 4 eieren en courgettes. 2 daarvan heb ik hier. Voordat ik verder ga, zet ik eventjes de oven aan. Ik heb hem op 160 graden staan, ongeveer zo. Oventje aan, pannetje aan, boter erin. Ongezouten roomboter. In de pan, hartstikke diep. Courgettes, even de kontjes vanaf snijden. Snijven de zijkanten vanaf. Dat is ongelooflijk simpel. Ik kan het, dus iedereen kan het. Andere zijkanten vanaf. Kijk aan. Dit kan weg. Lunch voor 2 personen ga ik maken. Andere zijkanten vanaf. Zo. Die gaan we in de lengte nog een keer de midden snijden. 2 ongeveer gelijke stukken van maken. Dat doen we met deze ook. Die gaan we eventjes bakken. Ik doe het op deze manier. Zo. Die gaan we even aanbakken. En die gaan we peperen. Zo. Er gaat overheen wat Provençaalse kruiden. Voilà. En wat uienpoeder. Draai hem even om. Deze kant gaan we ook even met peper besprenkelen of sproeien. Bestrooien bedoel ik. Zo, laten we even aanbakken. Die gaan nu eventjes op het bordje. Schuif ik zometeen in de oven om warm te blijven. Ondertussen bak ik even deze 2. A few moments later. En nu kunnen ze alle 4 even in de oven. En die oven staat maar om 1 reden aan. Dat is om dit even warm te houden. Want ik ga nu mijn eitjes bakken. Nu wil ik niet zometeen over koude courgette leggen. Dus die gaan even de oven in. Hartstikke idee. Eitjes ga ik bakken op een laag vuurtje. Ik gooi ze alle 4 in 1 keer in de pan. Hartstikke idee. Zo. Vuur laag, dat is belangrijk. Even de tijd nemen. Het is niet mijn sterkste punt, geduld. Maar even rust, even wachten. Komt helemaal goed met die eitjes. A few moments later. Dus even kijken of die eitjes al een beetje
loskomen, niet aangebakken zijn. Vuur iets hoger, maar heel voorzichtig. Laat maar rustig even bakken. Ik ga ze zo meteen uit elkaar snijden. Oké, dit is wel genoeg. Ik ga het vuur uitzetten onder mijn eitjes. Laat die nog maar even napruttelen. Aubergines, die ga ik nu pakken. Ik vind helemaal niks met zo'n handschoen aan. Maar zonder handschoen is het helemaal geen feest. Aubergine. Nog een aubergine. Draai hem even om, wordt mooi. Daar gaan de eitjes overheen. Kijk eens aan. Voilà. En dit, gek genoeg, een super eenvoudige, maar hartstikke gezonde lunch. Nou, waar gaat het nou om? Wat ik net zei, iedereen heeft dit kunnen verzinnen. En natuurlijk, 2 bruine boterhammen, kaas erop is makkelijker. Maar 2 bruine boterhammen met kaas, de enige smaaksensatie die we krijgen is die van zout en umami. Zout en umami vragen om meer zout en umami. Dit zijn originele smaken. Dit is een gezonde lunch. Waar we ons aan wennen zijn andere smaken dan zout en umami die niet verslavend zijn. Zoet, bitter en zuur. Nou, zou iedereen kunnen zeggen van ja, zoet, wacht eens eventjes, dat is toch ook hartstikke slecht. Pas op, als ik deze sinaasappel eet, die is natuurlijk zoet. Maar op het moment dat ik hem op heb, heb ik niet de behoefte om nog een sinaasappel te eten. Zolang we zorgen dat we niet zelf suiker toevoegen aan wat we eten, is er niet veel aan de hand. En doet zoet ons geen schade. Zout doet ons wel schade. Wat heb ik hier? Perfecte lunch. Courgette met een eitje erop. Kind kan de was doen. Ik kan het maken, iedereen kan het maken. Het is in 7, 8 minuten gebeurd. En dit is een gezonde lunch. Ik zou zeggen, eet smakelijk.